De grootste uitdaging die wij hadden was en dat er geen echt een marketingafdeling was. Leads kwamen voorheen vanuit onze vaste klanten, onze beheerklanten. Dat nam eigenlijk steeds meer af. Daarom zijn wij samen toch met de communicatieafdeling gaan kijken van hoe kunnen wij nu zorgen dat er meer leads binnen gaan komen en hoe gaan we dat aanpakken. Nou bleek al snel dat wij daar toch echt een goede partner bij nodig hadden. Dan ga je kijken van wat voor partner past nou precies bij Timac ICT en bij ons profiel. En toen kwamen wij bij Spot on Vision terecht. Enerzijds door de hoge kennis, niet alleen van een lead proces, maar juist ook het marketing automation proces. Dus er moest een goed marketing automation proces in place gebracht worden. En daarvoor hadden wij een goede partij nodig. En Spot on Vision sloot wat betreft kennis, kunde, maar ook wat betreft sfeer heel erg goed bij Simac aan. Onze eerste uitdaging was vooral het transformeren van een communicatieafdeling naar een marketingafdeling. Daarvoor hebben we gekeken naar de verschillende rollen samen met Spot on Vision. En die hebben we onderverdeeld tussen de personen op de afdeling om zo goed mogelijk de inbouwmarketingstrategie te kunnen volgen. We zochten vooral een partner die ons kon begeleiden bij deze transformatie. Waarvan we konden starten één bij de doelgroep leren kennen, uiteindelijk het maken van de content en het genereren van leads. Hiervoor hebben we samen met Spot on Vision twee buyerpersonen laten ontwikkelen. Op basis van deze twee buyerpersonen konden wij beter onze contentcreatie maken. De eerste stap was het ontwikkelen van de buyerpersona. De tweede stap was het ontwikkelen van de contentstrategie. Daarna de contentmapping, contentcreatie en uiteraard het leadmanagementproces in place brengen. Dat is allemaal erg goed gegaan, maar ondertussen wilden we ook voor de toekomst het marketing automation proces ingeregeld hebben. Een heel belangrijk onderdeel binnen het marketing automation proces is natuurlijk het lead management proces. Dat hebben we samen met Spot on Vision gedaan. Daarvoor moet je de marketingafdeling en de salesafdeling bij elkaar brengen en ga je heel duidelijk richtlijnen bepalen. Ook dat hebben we allemaal heel goed beschreven en ook ingericht. Waar ik met name heel erg trots op ben, is dat we het in zo'n kort tijdsbestek voor elkaar hebben gekregen. De buyer persona, content mapping, content creatie, marketing automation tegelijkertijd en nu volgen daarop al de eerste leads. We hebben echt veel bereikt. Het hele marketing automation proces staat. Het hele lead management proces is ingericht, waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Het mooiste ervan vind ik natuurlijk als sales dat er werkelijk nu al heel veel leads zijn, maar ook nog eens een keer twee deals uit zijn gekomen, waar we heel erg trots op zijn. En bovendien, onze totale organisatie heeft gezien wat het oplevert en is ontzettend blij met dit resultaat. De samenwerking met Spot on Vision liep zeer goed. We hadden echt een klik samen. Dat is ook heel belangrijk tijdens zo'n project, maar ook op strategisch niveau met ons mee kunnen denken. Wat ik met name erg prettig vond aan de samenwerking met Spot on Vision was uiteraard hun strategisch vermogen. En niet alleen strategisch vermogen op het gebied van marketing, maar juist ook het begrip van sales. En juist die aansluiting tussen marketing en sales maakt voor mij de samenwerking met Spot on Vision heel erg krachtig en heel erg prettig. Daarnaast hebben ze samen met ons een hele mooie marketingafdeling neergezet, die naar mijn idee ook al erg succesvol is. Ja, dat klopt. Na het begin van het project kwam wekelijks een medewerker van Spot on Vision bij ons op de afdeling. En dat was voor ons heel belangrijk. Je leerde elkaar beter kennen, de openheid, spontaniteit ontstond en leidde tot hele mooie resultaten.